mensen, leuk dat jullie maar kijken. Ja, we gaan vandaag de besturing van het verdeelapparaat in zo'n koffertje bouwen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, we gaan vandaag een front maken, een voorfront gaan we maken voor het verdeelapparaat. Daar ligt een kast. Ja, die heeft mijn vader gebouwd. Maar dat zijn allemaal losse onderdelen. Ik wil dat allemaal bij elkaar hebben. Dus, ik laat jullie eens even zien op de tafel wat ik allemaal bedacht heb. Ja, ik heb wat gehobbyd. Ik heb hier een layout gemaakt. Hoe ik het ongeveer zou maken. Ik heb hier al uitgetekend, uitgemeten. Precies hoe het moet komen. Dit zijn de knoppen. Dit is zo'n box. En hier heb ik nog zo'n box. En hier in die box, daar komt de voeding in. De stappenmotor, sturing. En de trafo voor deze hele unit aan te sturen. Dus nou, ik heb alles twee keer. En aan de zijkant, daar moet ik nog even kijken. Ik ben er nog niet helemaal uit. Daar komt zo'n plug. Dat zijn van die hele degelijke pluggen. Die komt aan deze kant. En dan komt hier een kabel aan. Die gaat naar de 220 en naar het verdeelapparaat. En op het verdeelapparaat maak ik precies dezelfde plug. Maar ja, dat is allemaal toekomst. We gaan het vandaag een beetje hier ons mee amuseren. Met het front. We gaan, wat de bedoeling is, dat is... Ik heb stukjes aluminium gevonden. Waar ik nog ga liggen. Daar zaten toevallig wat gaten in. Nou ja, die heb ik overgekopieerd. Die ga ik erin boren. En dan popnagel ik die op elkaar vast, die twee platen. En dan ga ik alles precies hetzelfde maken voor twee kasten. Dus, nou. Ik heb ook een ontwerpje gemaakt voor mijn displayprint. Vaste schroeven. Daar heb ik een 3D-rekje geprint. Wat dan precies... ervoor zorg dat die elektronica niet in de weg zit. En die kan ik dadelijk gewoon aan de achterkant hier er tegenaan schroeven, zeg maar. Ja, zo dan. Dit is de voorkant, maar stel dit is de achterkant. Schroef er zo tegen, klaar. Dus nou, wat we gaan doen is hier een gat in frezen. En we gaan al die gaten boren, precies op maat. En een groot gat maken. En drie gaten hier. Voor de encoder. Nou, als dat dan klaar is, heb ik precies alles twee keer. Hier, voor die andere heb ik niet alles compleet, maar hier komt een groene knop. Ongeveer. Hier komt een rode knop. En hier komt een witte knop. Dus dit is een stap naar rechts. Dit is een stap naar links. En dit is terug naar de nulpositie. Dat is eigenlijk, bij deze kast is dat die knop. Dat is terug naar de nulpositie. En dit is een stap terug en dit is een stap vooruit. Dat maak ik met deze knoppen. Dan komen hier twee ronde knoppen. Er komt een stappenschakelaar. Voor de aantal stappen. Dat is hetzelfde als deze. Daar kan je aantal stappen mee maken. Dat staat hier. En dan 800 stappen zelfs. Flinke stappen kan je daarmee maken. En dan komt hier de snelheid. Die zit er ook op. Ik heb hier een speed knop. Die kan je instellen. En dan komt hier de reset knop. Die zit ook hier. Als ik dat duw, dan reset die hele unit. Nou. En dan komen hier twee knoppen. Hier komt nog een noodstop. Dat hoort ook tevens de aan- en uitknop. En dan komen er twee knoppen hier. Eentje wordt de opgeslagen knop. En die andere die wordt de knop voor stel, hij staat hier op 5 of 800 stappen. En je draait hier één keer aan, dan krijg je de 800 te zien. En met instellen wil ik dat niet. Dus ik ga eigenlijk zeg maar zeggen, wat die lampjes zijn, zeg maar een knop maken. Als ik die vasthoud, kan ik dat instellen. En als ik hem induw, en die, dan sla ik het op. Dan wordt die knop bekrachtigd. Dat gaan die twee knoppen dadelijk doen. Dus ik ga eigenlijk één knop
worden twee knoppen dadelijk. En die bovenste krijgt nog een knop, een functie, dat hij dan hem eigenlijk, als je die knop induwt, dat hij hem hier op één stap gaat zetten. Dus dan maak ik nooit die fout dat die verkeerd staat, zeg maar. En dan kan ik het ook, ja, dat is het. En dan kan ik ook onder het ontwerken niet mogelijk nog een keer op opslag duwen. Zodat er iets fout gaat. Dat hij iets nieuws programmeert. Dus dat was een beetje mijn idee. En dat wil ik dus hier op gaan maken. Nou, de freesbank is weinig aan gedaan. Ik heb alleen de hele voet schoon gemaakt weer. Al die verf ervan afgehaald wat jullie gezien hebben. Ik heb hem gewoon in de grondlak gezet. En nou is hij niet meer zo strak. Maar ja, het is wat het is. Ik ga daar niks meer aan doen. En ik denk dat ik hem toch in de motip lak zet. En misschien dat ik hem dan aflak met 2K lak. Ik weet niet of mensen dat al eens gedaan hebben. Op motip rally volgens mij. En daar 2K lak op gedaan. Doorzichtige. Ik denk dat het dat gaat worden. En als dat klaar is, dan kan ik hier flink aan verder gaan. Want dan kan ik eigenlijk bijna de hele freesbank opbouwen. Op de bovenkant na. Dus dan kan ik alleen de motor niet inbouwen. Ja, dit is eigenlijk verf en de motor erin. Dan is dit klaar, het bovenstuk. Maar het meeste kan ik hieronder doen. Het kniegestuk kan erop. Alles kan dan erop gemonteerd worden. Dus de koelpomp, alles kan erop. Dus als dit klaar is, dan kan ik vooruit. En dan zal je ook wel heel veel video's wel gaan zien over de freesbank. Nou ja, degene die het nog niet weet, dit is het kniestuk. En hier. En daar in die kratten, daar zitten allemaal spullen voor de freesbank. Dus, maar ja, dat is een project, dat hou ik een beetje apart. Maar daar heb ik even geen zin meer in gehad. Dus dat heeft even in de koelkast gestaan, ijskast, hoe noemen ze het? In de vriezer. Maar nu langzaam wil ik dat wel op kunnen starten. Maar ik wil eerst verder aan het verdeelapparaat. En als dat dan klaar is, dan heb ik dat project ook afgerond. En nou vragen ze misschien mensen af van, waarom maak je er twee? Ik heb ook nog een verdeeltafel. En die ga ik ook nog maken. Elektronisch. Dat is niet veel werk. Ik krijg jullie ook nog een video van te zien. Dus, maar we gaan nou verder met dit hier. Ja, we gaan die twee op elkaar maken. Als het dadelijk klaar is, ga ik dat ook helemaal zand stralen. Dan wordt dat één mooi iets. Dus ik kan hier niet te veel beschadiging op maken. Dan krijg ik dat iemand eruit gestraald. Dus er zit een minimalistische beschadiging op. En als dat dadelijk gestraald is, dan ziet dat uit als gisteren uit de fabriek. En ja, ik wil het meestal zo hebben alsof het uit de fabriek komt. Dus, nou, die doosjes die hebben als voordeel. Die zijn waterdicht. Die kan je dicht doen. En dan zit daar een sluiting op. En dan klik je die dicht. Hier zit een ontluchter zelfs nog op. Het zijn eigenlijk doosjes voor je camera in te doen. Maar, nou ja, ik heb die gekocht via internet. En de deksel die klikt ook een beetje. En dan maak ik hier mooi de elektronica in. En dan kan het ook tegen stootje. Ik dacht ik ga wat van aluminium maken, maar als dat valt en dan moet ik dat beschadigd weer en dan moet ik dat wel verven. En ja, dit is allemaal in één. Dit is gelakt, dit is fijn. Hier moet je hem boren, dit is sterk. Monkey proof, om het maar te zeggen. Dus ik heb er twee gekocht. Ja, dus moet je ook weten, ik heb er €36 voor betaald. Ja, daar krijg je geen kastje voor, inclusief gelakt. Dus van deze maat. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga dat met dit doen. Dus, en dan komt dadelijk deze connector. Die komt hier aan de zijkant erin. En dan, ja, ik dacht eerst aan de achterkant. Maar ja, dan kan ik het niet meer neerzetten, het kistje zo, op de grond. Dus het moet er nog op te bergen zijn, op een of andere manier. Dus ik ga ze precies hetzelfde maken. Het nadeel is, als je iets twee keer maakt, je kan dan ook, maar ik doe direct twee keer dezelfde fout. Dus, maar ja, we zien het wel. En anders hebben we pech. We doen het maar mee met de riemen die we hebben. Het is niet allemaal makkelijk. Ik heb lang over nagedacht hoe ik het ging maken. Dus vandaag is de dag dat jullie het meemaken. Dus we gaan gewoon beginnen.
Met gaatjes zien we maken. We gaan eerst die twee platen aan elkaar maken. Zo. En deze gaat het ook een andere keer, maar ik pak het middenpunt ervan. Zo, nou, we gaan heel wat gaten klein boren. Dan gaan we ze dan op de juiste maat boren. Nou, we gaan eerst alle gaten voorboren. Klein voorboren. Nee, jammer dat het hier allemaal vol loopt. En ik zie dat mijn plaat dikker wordt. Daar ben ik niet zo blij mee. Ja, eens even kijken. Het moet natuurlijk niet te dik worden. Nou, we zullen wel zien wat het wordt. Ja, die gaan uit elkaar. Ja, we zullen wel zien. En het bol loopt vol met spanen. Eigenlijk moet dat petroleum aan. Het petroleum, maar ja, dat heb ik niet. Of spiritus, maar dat heb ik ook niet. Hier. Dan hecht het ook niet goed. Misschien dat we er gewoon eens wat snijolie op doen, dan wordt het wel een groot zootje neer. En dan is het maar zo. Eens kijken of dat wat baat. Nou, dat scheelt wel. Eerste gaten die 8 mm moeten worden. Of eigenlijk 9. Oh, dat is dan niet te geloven, val. Ik ga dat even eruit halen.
Nou, het zit allemaal niet mee. De platen gaan steeds verder uit elkaar. Dus ik kom dat dadelijk uit elkaar aan te halen een paar keer. Nou ja, het is wat het is. Ja. Het moet maar zo. Ik ga dit gat nog boren en daarna geloven jullie het wel dat ik die allemaal erin geboord heb op 15 mm. Even schoonmaken. Het is nog niet zo makkelijk met zo'n trappenboor. Dat gaat allemaal kleeft. Dat had ik met spiritus of terpentine of ik weet niet wat. Volgens mij gaat het met spiritus het beste. Of petroleum, ja. Helaas, heb ik niet. Zo. Dan gaan we afwarmen. Dat is een toeltje. Daar kan je mee afwarmen. Daar kan je ook een scherpe kant mee van het plaatwerk afbramen. Dus dan is die niet meer scherp. Kijk, daar zitten nog geen scherpe kantjes meer aan. Dus ja, en dan kan je gaten mee uitbramen. Ik heb deze al zeker 20 jaar. Dus dat koop je eenmalig. En dan heb je eigenlijk bijna voor je hele leven. Misschien dat je af en toe een nieuw mesje erin moet zetten. Misschien eens een keer als je het heel veel gebruikt. Zo, nou, we gaan dit nog even afbramen. Dus, nou. En dan gaan we frezen. Ja, we hebben een probleem. Dit past natuurlijk niet in de klem. We hebben dus een kleine klem hier. Dit ding is net zo groot als de klem. Maar ja. Ik heb een hele grote klem. Ik weet niet of ik die op de machine krijg. Jullie hebben die al een keer gezien. Een soba klem. Dus ik ga eens kijken of ik die op de machine krijg. Nou, nu dacht ik die grote klem erop te zetten. Maar dat gaat niet, want het handwiel steekt uit. Kijk, het bed is lager dan het handwiel. Dus ik kan hier geen grote klem opzetten. Wah, 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 wah. Dus ik moet eens even kijken hoe ik dat ga oplossen. Hoe ik deze plaat een beetje hoger gemonteerd krijg. Moet ik eens even kijken. Ha, dat is nog niet zo makkelijk. Misschien zo. Misschien gaat het toch met die soba-klem. Maar dan moet ik dit ervan afhalen. Maar ja, dan moet ik ook dit allemaal afbreken hier. Dan heb ik eigenlijk geen zin in. Nou, ik heb nog wat gevonden. Iets waar ik vroeger veel mee deed frezen. Is gewoon een koker. Het is wel heel onstabiel. Maar ik denk dat dat weer onze reddere nood gaat worden. Oh.
Ik ga even wat spulletjes pakken voor dit beter te bevestigen. Zo. Nou. Nog niet genoeg. Nou, ook nog ringen erbij. Nou. Het is een heel pakket geworden. Maar ja. Even kijken, dit is sleutel 13 als het goed is. Ja. Zo, dan doen we dat aan de andere kant ook. En dan komt het allemaal goed. Zo, nou hier zit de gaten, hier bovenin. Dan doe ik hier dit erin stoppen. En dan hier door een gat. Dit er weer bovenop. Eens kijken of dat gaat wat ik wil. Een beetje zoveel mogelijk naar buiten. Zo. Nou, dan ga ik de klauwen uit de klauwplaat draaien. En dan zet ik die plaat tegen de klauwplaat aan. En dan staat dit haaks. Nou, dat heb ik al vaker gedaan. Dan haal ik de klauwen eruit. Uit de klauwplaat. En dan verplaats ik het bed richting de klauwplaat. Dan leunen we dit aluminium er tegen. En dan staat dat vlak. Zo. Nu is dat parallel aan de machine. En dan gaan we dit aandraaien. En dan moet het goed zijn. 2x13. Zo. Nou, dan gaan we hier aan de andere kant ook nog even iets fixeren. Daar heb ik ook klemmetjes voor. Zo, nou, die klem zetten we hierop. Zo. En dan zit het super vast. Zo, we gaan de nieuwe vreeshouder gebruiken. Ik denk dat we dat wel dan mee halen. Met die nieuwe houder. Hoop ik tenminste. Kijk eens hoe vast dat zit. Oh, ongelooflijk. Hier fijn. Super. Zo. Die houder zo passen dat je de fris er net in krijgt. Zo precies is dat. Super. Zo. Nou. Dan gaan we hem uitfrezen. Zo. We gaan ze gaten prikken en dan gaan we dan het uitfrezen. Ja, dat is bijna niet te zien.
waar de lijntjes zijn, ik heb dat aangetekend. Ik doe dat gewoon op het oog, doe ik dat uitfrezen. Dus ja, dit is wat het is. Nou, met de nieuwe freeshouder, heel mooi uitgefreesd, met een ruwfrees. Dus, nou, is mooi geworden. Ziet er netjes uit. Nou, we gaan kijken of het een beetje past nou allemaal. Zo. Die klaren zijn handig voor zoiets. Van net een beetje meer stabiliteit te geven. Zo. Nou. Dit is het gat. Nou. Dus. Nou. We gaan de popnagels eruit boren. En dan, voorbereid jullie gewoon, moet eerst kijken of die in die kast past, want er moeten nog veetjes in geveild worden hier in dat ding. Maar dat moet nog aantekenen, dus ik ga die eerst ontvetten. En dan gaan we die passen. Nou, we gaan een gat erin maken van 42. Ik heb een gatenboor gevonden van 42. Ik hoop dat dat goed gaat. Dus het zit er vastgeklemd, zoals ik het eerst deed. Ik ben benieuwd of het gaat. We gaan het heel voorzichtig proberen.
als de druk weg is, zie ik dat de kop hier niet meer draait. Dan kan ik weer wat bijgeven. Als ik hier aan draai, dan beweegt eigenlijk dit gedeelte van het klomboorgedeelte, zeg maar. Dan gaat hij omlaag. Ik laat hem eigenlijk 2/10 zakken. Dan zit er weer de 40 erbij. Nou, voor de eerste laag is hij alleen. Eens kijken of we dat eruit krijgen, dat dingetje. Zo. Eén rondje al eruit, we gaan naar de tweede. Maar je moet geduld hebben. Maar dat is voor alles. Ja, dit is het voorfront. Dit is dan Koror. Past er al in. Ziet mooi uit. Display. Moet ik nog de gaten verboren? Dat doe ik wel. Als het klaar is, bijna. Nou. Ik ga nu die nokkie hier aantekenen. En dat ga ik off-camera hier uitveilen. Ik heb al streepjes gezet hier. En dan ga ik zorgen dat die deksel op een bepaalde diepte hierin past. Want die past er nog niet in. Op geen ene manier. Dus die moet misschien wat aan de zijkant nog wat kleiner geveild worden. Dat is nog even werk. Ga ik doen. Laat ik niet zien, want iedereen snapt dat denk ik wel. Dus ik kom terug als ik dit ding hierin kan duwen. Zo. Nou, de nokjes zitten erin. En... passen nu in de doos. We gaan een beetje zwaarder in, maar dat moet ook. Mooie klem. Nou, ik zal ze een encoder pakken. Een encoder. Komt hier dan op. En de doos kan mooi dicht. Nou. Dan gaan we ze stralen in de straalkabine. Nou, ik ga even bij een vriend stralen. En dan kom ik dadelijk bij jullie terug en dan zijn die als nieuw uit de fabriek. Ja, ik kom net terug van het stralen, kijk. Als nieuw. Net nieuwe grit erin. Dus ik ben er heel vluchtig overheen gegaan en dan krijg je een mooie kleine grove structuur. Ik doe die niet verven, ik laat die zo. Dus ja, ik vind dat zo wel mooi. Ook als je de encoder, kijk, dat is de encoder als ik die erop zet. Ziet ook mooi uit. Ja, dus. Ja, ik wou het hierbij laten. De volgende week zien jullie de rest. Dus, nou, vergeet dan niet te abonneren en belletje te klikken. En dan zeg ik weer, tot de volgende. Dag, dag.